De vierde klasse C, dat is een klasse waarvan nog Nederduk zijn geweest, maar toch voetballen er drie ploegen door het docentgebied van TVLF in die klasse. Twee daarvan die speelden afgelopen zondag tegen hen, namelijk Conventus uit Koningsbos en Rios uit Eg. En terwijl het spelerke van de week al heeft gescoord, kunnen we nog melden dat zowel Conventus als Rios middenmotors zijn. Beide ploegen staan te leeg om nog met te doen voor de titel en ze zullen elkaar maar twee punten. Het belooft dus een spannende wedstrijd te worden. Wint Conventus vandaag, dan gaan ze Rios op de ranglijst voorbij. En Conventus gaat beter van start in de derby tegen Rios. Verzeende kans voor Kai Peuze, maar daar raakt de bal dan niet goed. En dus is het geen probleem voor keeper Erik Lemmens van Rios om de bal te pakken. En een heerlijke zomerse dag was het zondag natuurlijk. En dan is het lekker genieten in het gras van het voetballen. En de wedstrijd is nog niet denderend, maar er zijn toch ook het kansjes geweest voor beide ploegen. Dus voor de vrije trapzin van Conventus en door is de redding van Erik Lemmens, daar raakt de bal net hel genoeg om te voorkomen dat Conventus verder gevaarlijk kan worden. Aan de andere kant dan Rios met de uitbraak, de voorzet. En daar is dan ook Harald Meeuwissen, de keeper van Conventus, die goed op moet letten. En Rios komt er af en toe uit, zoals hij. Gevaarlijke aanval en Holmer is uit, zou ik zeggen. Het shot, ja, dat geeft wie deuver. Het shot was van Tom Jans. Met zijn 31 jaar de routine in het jonge team van Rios uit Eg. Op nu een aanval dan van Rios. Met weer dezelfde Tom Jans in balbezit. Zeker naar de vrije man. Fraaie combinatie dit en dan het shot. En dat geeft net neven. Schilde Neetvel of Niels Fischer scoort de openingstreffer voor Rios. En zo was Conventus dus sterker op de startblokken, maar Rios dus steeds gevaarlijker aan het weren in die eerste helft. Opnieuw de combinatie van Rios. En het shot is dit keer geen probleem voor Harald Meeuwissen. Het shot was van Dylan Sliepen. Meer zou er dan niet gebeuren in die eerste helft. 0-0 dus, en dat valt toch een beetje tegen. Hopelijk meer vuurwerk in de tweede helft. Met een aanval van Rios. Er wordt af en toe fel verdedigd. Maar de scheidsrechter hield het allemaal kort. Wel is het dus weer even opletten voor Conventus. En dat was de kopbal en de redding van Harald Meeuwissen. Volgens mij was dat Stefan Lomen met de kopbal. En Harald Meeuwissen bewees met zijn 35 jaar nog steeds in een betroebare sloedpost bij Conventus te zijn. Het is lekker warm en dus ligt het tempo nog niet al te hoog. Maar af en toe dan toch die gevaarlijke uitbraken, zoals hier. Heel mooi paasje, Stijkbelke. Binnendoor en dan de overtreding. Waaruit de scheidsrechter dan geeft een penalty. En dan staat de grensrechter nog met zijn vlag omhoog. Scheidsrechter geeft de kant op. Ik vermoed niet dat hij de grensrechter nog gelijk gaat geven. Duidt er niet. Het wordt een penalty voor de toesploeg. Dit zou dan het boetespelmoment zijn. Liek me geen boetespel inderdaad. En dit liek me inderdaad wel een overtreding. Prima beslissing dus van de scheidsrechter. Marco Pennings achter de bal. En mooi binnengeschoten in de kruising. Conventus dus op 1-0 voor tegen Rios. En met deze stand gaat Conventus dus Rios voorbij op de ranglijst. Dan moet dus nog geknokt worden door beide ploegen. Conventus zal deze stand vast willen halen en Rios wil terugkomen. En de combinatie is goed. Nu dan de kans. Oh, net op tijd verdedigd. Stefan Lauwme kon net niet goed bij de bal komen. Anders was het alweer heel vlot gelijk geweest. Rios steeds meer te vinden op de helft van Conventus. Dit is Danny Maassen. Met de voorzet. En daar is het doelpunt. De gelijkmaker. Die hong al een tietje in de log. En uiteindelijk is het Dylan Sliepen. Die de eind scoort. En dat is ergens wel verdiend. Gezien de kansenverhouding. Veel kansen voor beide ploegen. En dan is eind. Een goede tussenstand. Maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren in die tweede helft. Nu dan de poeier. Oh, dit reed nog maar net over. Een prachtig shot van Stefan Lomen. Maar de overwinning is Rios niet gegund hier vandaag. Het zou eindigen in 1 tegen 1. Beide ploegen mogen nog hopen op de nulcompetitie. 1-1. Had je er meer in gezet, denk je? Nee.
terechte uitslag in, vind ik wel. In het begin kregen we weer de kansen. Toen al kreeg Rios de kansen. Maak allebei één goal. Terecht 1-1. 1-1, was je tevreden met een gelijkspel? Nee. Had er meer in gezet? Zeker. Ja, we hebben zelf kansen gemist. Hè. Veel, veel lange ballen en meer met de voetballen, denk ik. Dan hebben we die kapot gespeeld. Nu gewoon te veel met in hun spel. Ja, als ze deze 3 punten pakken is, dan was je verder komen te staan, dan was je Rios voorbij gegaan. Nu blijft het K 2 punten. En dan moesten nog 3 wedstrijden knallen om misschien eventueel na competitie goed te kunnen halen. Ja, ze komen niet langs, maar had je beter 3 punten kunnen hebben. Dan hebben we losgestangen weer. Ja, dan hebben ze 3 wedstrijden. Als ze alle 3 wensen en bovenin gebeurd gaat, dan is de kans toch nog dat ze een periode hebben. Ja, periode niet, denk ik, maar nog competitie kennen misschien nog. Dat gaat gebeuren, denk ik. Oh, we zien het wel. Wel succes. Ja, dank je.